Ja, er is gebeld en er komt een andere bezoekster, die was even op de Dappenmarkt. Ze zit in de lift, wacht. Ja, ze komt met de lift, dan kunnen we er even vanuit de deur filmen. Bij Mia Post komt Maria van Bahia, Maria Esberg. Ja, ja, dat is Maria. Dat is eindelijk Maria Esberg, die heb ik al zo vaak aan de telefoon gehad. En nu zie ik haar dan even in het echt. We zullen er even volgen. Pietje zit op de tocht. En Mia Post die lust graag worst. Nou, vanavond krijg je een worst, Mia. Heerlijk. Ja, ja. Daar komt ze. Ja, Mia Post is 60 jaar, zoals we al zeiden. En Maria Esberg gaat straks weer terug naar het zuiden van het land. Die had beter kunnen blijven en vanavond mee naar de show. Mevrouw Esberg, goedemiddag. Ik geef u een handje, even zo. Hoe gaat het? Dank je. Ja, gaat goed? Het was gezellig op de Dappenmarkt. Heerlijk. Oké. Okay. Ja. Nou, de gezusters. Met Gertrud heb ik al kennis gemaakt. We draaien alle kanten op. Pietje heeft hem ook al begroet. En hoe is het om weer eens in Amsterdam te zijn? Heerlijk. Ja? Ben je lang niet geweest? In november. November, dus voordat de zachte winter begon. En nu, op 21 mei, ben je er weer bij. Ja. Mia Post, 60 jaar, hoe vind je dat? Helemaal te gek. Helemaal te gek, hè? Ach, gekke mensen komen altijd bij elkaar. Die komen elkaar overal tegen, dat is te zeggen. Ja, toch, mevrouw Post? Yeah! Volg mij. Ik vraag me wel eens af. Oh, wat is, Maria. Weet jij dat, Maria? De definitie van wie is normaal? Wat is de definitie van iemand die normaal is? Wat is definitie? Wat is abnormaal? Wat is abnormaal? Het is niet de definitie. Nee, maar men zegt altijd naast elke gek loopt één normale. Dat was vroeger de spreuk bij Radio Ahoy, want dat was een inrichting. Daar zaten patiënten, die zaten in pleeggezin in Bijleroord, in Drenthe. Ja, daar is Radio Ahoy ook mee bezig geweest. Ik kom echt niet meer bij hier. Oh. Die gekke Mia Post, 60 jaar is op de planeet. Hé, Mia? Ja! En vanavond, ja. Ja. Eddie, hè? Eddie Walsh. Ja, hoppa. Ja, hoppa. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Gooi mijn moeder schoonmoeder naar. Nee, dat is Ronald. Oh ja, dat is Ronald. Maar die heeft een goede promotie voor Café de Nieuwe Vaart. Nieuwe Vaart, juist. Ja. En Geil moet ze ook zijn, dat weet je toch? En Geil moet ze helemaal zijn. Ja. Anders kom ik met mijn pikkerschort aan het doen. Nou, vertel eens, wat is dat, een pikkerschort? Vertel eens. Nou, zal ik hem even... Ja, laat hem even zien. Nou, zet dan mevrouw Post het kamertje in. Wat is echt een vertoning hier. Ja, we hebben dat meegenomen uit Spanje. En ik heb begrepen dat... Oh jee. Wauw, jij hebt een groot geslacht. Hoe vinden jullie mijn nieuwe schort? Hij heeft alleen de verkeerde kleur. Hey, hoezo? Zwarte zijn. Ja, bij Mia wel. Mia die valt op zwarte staven. Toch, Mia? Juist. Waarom is dat eigenlijk? Heb je nog een witte staaf gehad? Nee, nog nooit. Oh. Altijd bruin. Ja, bruin of heel donkerbruin. Een rare kleur. Maar hij is wel besneden. Weet je wat we doen, Mia? Wij hebben nog wel een potje zwarte verf, dan verven we mee. Oké, zwart. Ik zal even vertellen hoe dat gekomen is. In Benidorm zijn deze schorten te kopen. We wilden eigenlijk eentje met een getekend geslacht. Maar dat was er niet meer. En de Chinese vrouw, die kwam niet meer bij. Ik zei, nou doe dan deze maar. Mevrouw Post zat hier dagelijks mee te koken, achter het fornuis. Toen zegt die vrouw erbij, wilt u er ook een met een vrouwelijke vagina? Ik zei, nee, want mevrouw Post is geen... Mevrouw Post is niet lesbisch. Oh. Ik zeg, maar ik ken nog wel andere lesbiennes. Die kunnen de volgende keer een pikkerschort bestellen of een vagina schort. Het is echt hier een gekhuis. Oh. Ja. Nou, jij bent er. En ik ben de grootste gek die er vandaag rondloopt in de straat van mevrouw Post. Even tot zover. Vanavond 19:30, Café de Nieuwe Vaart. Aan de Oosterburgergracht. Ieder Amsterdammer van de buiten weet het. Bij Ronald. TV-opnames voor Ahoy Radio 2EJV. Met onder meer Eddie Walsh. En ikzelf weer kleine die de presentatie gaan doen. En Ronald, ja, die is er natuurlijk weer. En nog heel veel anderen. Een paar bekenden van mij van 10 jaar geleden. En ook nieuwe artiesten. U bent welkom. 19:30, Café de Nieuwe Vaart. Oosterburgergracht in Amsterdam. Bij de Molen. Yeah.